Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog. En ik heb hier echt super veel zin in. Dus als jullie ook heel veel zin hebben in deze shoplog, zou ik het super leuk vinden dat je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Er komen nog meer shoplogs, want ik heb ook bij Shein besteld en ik heb ook pakketjes bij de Zara besteld. Maar ik dacht, ik wil ook niet alles in één doen. Omdat ik ook gewoon duidelijk wil laten zien hoe ik het combineer. En ik dacht, dan doe ik gewoon deze twee pakketjes er wel even bij. Want hier heb ik ook een kortingscode voor jullie. Ik heb namelijk voor jullie een pakketje van NA-KD en van Chiquelle. En deze pakketjes ga ik voor jullie unboxen. Heel veel zin in. Vorige keer was deze video ook heel erg goed ontvangen. Dus ik dacht, ik ga het nu ook gewoon weer lekker laten zien. Vorige keer ben ik begonnen met NA-KD. Dus ik dacht, het is leuk om nu te beginnen met Chiquelle. Alle linkjes staan in de beschrijving. Alle kortingscodes. En er komen natuurlijk ook gewoon beelden hoe ik het zou stylen. Als eerste het pakketje van Chiquelle. Ik krijg hier ongeveer 1 keer in de maand een pakketje. Dan mag ik 8 items selecteren en dan worden er 4 uitgekozen. Dus er zijn er wel altijd 4 die ik echt heel leuk vind en 4 die ik iets minder vind. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik zal de kortingscode in beeld zetten en dan gaan we gewoon lekker beginnen. De bezorging was echt super snel deze keer. Heel erg fijn. Oké, ik zie wel veel kleurtjes, dus daar ben ik blij mee. Dat ik niet weer alleen maar zwart heb. Een shirtje. Alles komt in deze zakjes. Kwaliteit is echt super goed. Het is een licht blauw shirtje. Heel erg leuk. Hij is een beetje kort. En hij heeft van die ruffeltjes bij de mouwen, maar ook bij de nek. En wat ik dus heel erg leuk vind, is dat, even kijken hier, in het midden, dat dit dan een beetje zo, ja, hoe noem je dit? Dit zie je gewoon veel meer. Ik heb deze in een maatje S. En ze noemen de kleur Sky Blue. Heel erg leuk. Ook heel erg leuk voor de zomer natuurlijk. Ik vind de kleur echt zo mooi. En ik heb er dus een zwarte BH onder. En je ziet helemaal niks er doorheen. Dus hij schijnt ook nog niet door. Dat is heel erg fijn. En ik vind gewoon dat die kleine details het heel erg afmaken. En ik vind dit heel erg mooi. Zo lijkt het toch allemaal iets meer. En een hele leuke kleur. Het volgende is iets paars. Lila bedoel ik eigenlijk. Ik was al helemaal weer vergeten dat ik dit heb besteld. Het is echt een hele dikke stof. Dus ja, ik weet niet of dat fijn is of juist niet. Ik vind het wel fijn. Ik heb best wel snel koud. En hij heeft dus zulke mouwtjes. Heel erg schattig. Kleur komt denk ik niet helemaal over. Maar is gewoon echt lila. En hij heeft dus van die off-the-shoulder. En aan de onderkant heeft hij dus ook dit. Leuk voor in de zomer of voor in de avond als het nog niet super warm is. Is deze echt heel erg fijn. Heel erg blij mee. Ik was echt helemaal vergeten dat ik deze had uitgekozen. Dus je had deze volgens mij ook in het wit en het zwart. Ook heel erg leuk. Dit topje zit echt heel erg lekker. En hij ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Ik vind deze kleur zo mooi. En die mouwen vind ik echt heel erg leuk. Dit vind ik heel erg leuk. En je kan het ook gewoon boven heel veel dingen dragen. Ik heb er nu een strapless BH. Maar je kan hem dus ook gewoon normaal dragen. Maar ik vind het zo een beetje zo over je schouder het allerleukste. Heel erg schattig topje. En heel erg leuk voor in de zomer natuurlijk. Als derde heb ik wel iets zwarts. Maar volgens mij was dit een vestje. Dit vestje heb ik ook in een andere kleur. En ik vind dit gewoon heel erg handig. Het is gewoon in een one size denk ik. Ja, een soort zwart vestje die je eigenlijk over elke outfit heen kan doen. Heel erg dunne stof. En hij heeft ook een beetje van die vleermuismouwen. En soms heb je gewoon een outfit en dan denk je, ja, ik moet er toch iets overheen. En dan is deze echt top. Ik heb deze ook in een andere kleur, maar zwart kan natuurlijk niet ontbreken. Dus gewoon een heel lekker vestje om ergens overheen te doen. Voor in de zomer of in de avond. Heel erg blij mee. Ook een beetje een juffenvestje vind ik het. Beetje een zwart outfitje, maar dit heerlijke vest. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dit kan je gewoon eigenlijk over elke outfit heen doen. Hij zit heel erg leuk. Hij is heel erg dun, dus het is ook niet super heet. En ja, ik vind dat gewoon heel leuk staan, zo'n lang vest. En ook gewoon heel erg handig voor stage. Dus met dit vest ben ik echt mega blij. Hij heeft wel wat kortere mouwen, maar die kan je wel op zich zo lekker naar boven doen. Dan als laatste weer iets paars. Deze is echt heel erg leuk. Het is namelijk een crop topje. En ik vond deze echt heel erg leuk. Die stof is zo mooi van Chiquelle. Ze hebben dus echt gewoon zo'n dikke stof. Dan heb je dus dit topje. En deze topjes waren vorig jaar bij de Zara ook wel in. Maar dat was dus zo'n gladde stof. En deze vind ik heel erg leuk. Hier zou je bijvoorbeeld ook dat zwarte vestje overheen kunnen doen. Echt heel erg schattig. Dit zwarte topje. En ik heb hem dus in een maat. Ik denk dat het een one size is. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar heel erg leuk zomertopje. Dit is het paarse topje. Hij sluit echt super goed aan. Ik heb er nu geen BH onder. Omdat ik hem dan wel het mooist vind. En je kan hem nog iets lager doen. Zodat het eronder valt. En ik heb hem nu gewoon op een high-waisted broek. Wat ik er heel erg leuk vind uitzien. Maar ja... Echt zo'n topje die je ook echt bij de Zara kan kopen, vind ik. Heel erg leuk topje. Dus dit waren de 4 items van Chiquelle. Dan ga ik verder met het pakketje van Naked. Ik heb voor jullie altijd een kortingscode. Ja, net de 15 voor 15% korting. Dus dan kan je lekker bij Naked gaan shoppen. En deze keer vond ik wel weer dat ze echt weer hele leuke dingen hadden. Soms vind ik het wat minder, soms wat meer. Dus je moet het wel goed in de gaten houden. Maar ik heb elke maand een kortingscode. Ik heb niet alleen maar hele bijzondere dingen, ook wel gewoon wat basic items. Oké, als eerste heb ik een broek. En ik hoop zo erg dat ik hem pas. Want ik vind dat heel lastig in te schatten. Maar ik vind nu al de kleur echt heel erg mooi. Zo'n lichtblauwe broek. En hij heeft dus gaten. Oké, ik hoop echt dat die past, want al mijn favoriete broeken zijn echt van Naked. Maar dan moest ik dus wel altijd eerst even rondkijken. Het is dus een blauwe broek en hij heeft dus op de knieën gaten. Ze hadden deze ook in het zwart, maar ik vond hem in het blauw wel heel erg leuk voor de zomer. Hij is echt heel erg leuk. Ik hoop zo erg dat ik deze pas. En de onderkant heeft hij dit vind ik ook heel erg mooi. En gewoon als je bruin bent ziet het er gewoon heel vet uit. Het is alleen natuurlijk als je hem gaat wassen moet je heel voorzichtig doen. Ik heb gewoon heel erg lastig. Want ik ben best wel klein. En ik pas zeker geen maat 34. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Anders zou dit wel een van mijn favoriete nieuwe broeken kunnen worden. Oké, de broek zit echt perfect. Hij sluit precies goed aan. Ik vind de gaten wel wat heftig. Ik had iets meer been willen zien in plaats van dit witte. Maar ik heb de onderkant ook een beetje zo omhoog gedaan. Dat vond ik wel een heel erg leuk effect hebben. Maar dit wordt echt mijn nieuwe lievelingsbroek. Heel erg blij mee. En hierboven kan ook weer alles. Met wit topje zou ook heel erg leuk zijn. Als tweede heb ik nog een broek. In mijn vorige shoplog van Naked liet ik zien dat ik zo'n soort beige broek had. Maar ik vond die kleur niet heel mooi. Maar ik vond de broek wel heel erg leuk. Dus ik dacht, ik bestel hem gewoon in het zwart. En het is een soort pantalonbroek. Ik heb deze in een maat 36. Die zit precies goed. Ja, ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Het is gewoon een zwarte pantalonbroek. Stof is echt heel erg goed. En hij ziet er gewoon mooi en netjes uit. Hij lijkt wel wat kleiner dan die ander. Maar er zit natuurlijk wel stretch in. Het is gewoon dezelfde maat. Dus hij moet gewoon passen. Ook de lengte is precies goed. En ik vind dit gewoon heel erg mooi. Ook leuk voor stage. Ook al is mijn stage net voorbij. Maar het is gewoon een hele fijne broek. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En boven een zwarte broek past natuurlijk ook alles. En deze zit ook nog eens lekker. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik deze broek nieuw. En hij zit echt heel erg lekker. Ik had hem ook aan het beige. En zelfs zou ik hem misschien met zo'n blouseje dragen. En met een bandeau top. Ik zou misschien wel mijn Dr. Marts eronder doen. Ik weet niet zo goed wat ik van deze schoenen vind. Maar de broek zit heel erg lekker. En er zit ook heel fijn gewoon zak in. En hij sluit aan. En hij zit precies boven mijn navel. Dus dat is ook heel erg fijn. Als volgende heb ik een panterprint topje. Dit zou ik zelf nooit zo snel bestellen. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel iets hebben. En het is ook niet heel snel dat iets mij ordinair staat. Dus ik denk dat ik het wel kan hebben. Oké, het stofje is heel zacht. Het heeft dus deze panterprint. En het is dus zo'n... noem je zo'n topje. Helemaal los. Sommige dingen kan ik niet goed laten zien hoor. Oh ja, ik heb hem in een maatje S. En dan kan je hem dus zo voorlangs strikken. En zo'n overlap topje. Jeetje, waarom weet ik de naam niet? Misschien staat het erop. Dus dit topje, heel erg leuk. En die kan je dus met een strik zo vastmaken. Misschien staat die ook wel leuk boven die zwarte broek. En heel erg leuk topje. En de stof is ook heel erg fijn. En volgens mij heeft hij ook een beetje wijde mouwtjes. Ook heel erg leuk. Normaal zou ik niet zo snel dit aandoen. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Hij heeft hier dus een strik. En je zou hem dus ook nog wat hoger kunnen doen. Maar ik vond dit wel heel erg mooi. En ik vind het ook helemaal geen lelijke, hoe noem je dit? Luikbaard, panterprint. En de mouwen zijn een klein beetje flared. Dat vind ik ook heel erg leuk. Echt een heel erg leuk topje. Echt een aanrader. En hij zit ook heel erg lekker. Hij heeft een hele zachte stof. Shirtje. Ook best wel basic. Maar deze kleur vind ik heel erg leuk. Ik hou echt heel erg van groen. Ook een fijne stof. Het is namelijk gewoon een groen topje. En hij heeft net zoals dat blauwe topje van Chiquelle hier aan de voorkant. Dat hij een beetje... Ik kon gewoon heet het niet op namen. Wat vervelend dit. Nou, maakt niet uit. In ieder geval dit hele leuke topje. En deze kan ik natuurlijk ook altijd aan. Ik vind deze kleur gewoon heel erg mooi. Ook bij mijn ogen staan. Het is wel een dun stofje, dus daar moet je rekening mee houden. Ik weet niet of die doorschijnt, dat gaan we zo meteen zien. Maar in ieder geval heel erg blij mee. Leuk kleurtje ook, niet te opvallen. Dit is het groene topje en ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hou echt van deze kleur. Ik vind dat altijd heel erg leuk bij mij staan. Ik heb er gewoon een zwarte BH onder, schijnt niet door. Je ziet wel een klein beetje hier die vorm van mijn BH, maar dat maakt op zich niet heel erg uit. Hij sluit heel erg mooi aan. Ik vind dit echt heel erg leuk altijd. En ja, hij zit gewoon heel erg lekker. Super blij mee. Dan het vijfde item van Naked. Het laatste item. En dit was ook een basic topje. Oeh, hij is wel heel kort. Dat had ik niet gezien. Nou, het is dus gewoon een zwart topje. En hij heeft hele leuke flared mouwen. Ik heb in de maat S. Hij is dus wel best wel kort. Maar wel heel erg leuk. En ik wilde gewoon nog even zo'n basic topje hebben. Want ik heb best wel soms van die opvallende broeken. En dan denk ik, ja, wat moet ik hier nou op doen? En dan staat dit wel heel erg leuk. Dus gewoon een zwart topje. En hij kan dus ook off-shoulder. Hij heeft hier ook van die... dit, zodat het er niet afzakt van je schouders. Heel erg leuk. Dus dit zijn alle items. Heel erg blij mee. Heel erg veel ook, voor mijn gevoel. Als je een van deze items zelf ook wil bestellen, kan je even een kijkje nemen in de beschrijving. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie mijn kortingscode gebruiken. En als jullie meer shoplogs van mij willen zien, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je dat even laat weten. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben heel erg blij met de items. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!